Hoe heb jij deze avond beleefd? Ja, zeker een topavond voor ons. Ik denk dat we de match heel positief hebben aangepakt. We hebben Pogon nooit echt in een wedstrijd laten komen. En onze kansen afgemaakt waardoor de eerste helft al gespeeld was. Maar dan spraken we om in de tweede helft geen doelpunt weg te geven en af te maken. Dat hebben we ook gedaan. Het duo Kuipers-Orban doet het dan weer. Hè. Ik weet dat het zo niet werkt in het echt natuurlijk. Maar Orban maakt er twee en dan denk jij van oké, ik doe er ook twee bij. Ja, oké, maar... Op het einde is het gewoon dat we goed op elkaar zijn ingespeeld, dat we ruimte voor elkaar maken en dat de verdedigingen aan de andere kant een handen vol hebben met ons. We brengen allebei veel energie in ons spel, denk ik. En dan met de ploeg die achter ons staat, is dat het genieten voor ons. Toch een woordje over jouw cijfers. Je bent echt wel enorm uit de startblokken geschoten. En Hugo, 5 wedstrijden, denk ik, officiële wedstrijden en meteen al 7 doelpunten, vooral in Europa. Je staat nu trouwens naast Khalifa Koulibaly als Europees topschutter aller tijden van Gent. Dat is een mooie statistiek, vind ik. Ja, het is zeker mooi. Ik heb het net ook gehoord, maar oké. Het belangrijkste is dat we nu de kwalificatie kunnen afdwingen naar de groepsfase. Volgende week in Polen serieus afmaken, dan volgt er nog 1 ronde. En hopelijk sta ik niet meer op tafel dan. Die terugmatch... Ja, een formaliteit. Hij moet gespeeld worden natuurlijk. Hè. Maar het is wel een grote luxe om met deze score naar Polen te trekken. Want het stadion daar, het publiek dat er ook achter staat. Dat is zeker een vast waar. Maar het moet wel nog afgemaakt worden en die match moet gespeeld. Net zoals vorige week in Zelina. Dus ja, non om serieus te blijven en daar gewoon Pogon geen enkele kans te laten. Proficiat nog eens. Dankjewel.